De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft gisteren de EU Human Rights Award ontvangen. De award wordt door de Europese Unie uitgereikt aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor het respecteren, beschermen en bevorderen van mensenrechten. De ambassadeur van de Europese Unie, Jernik Fidetik, reikte de award uit. Volgens Fidetik is de FITS gekozen vanwege hun waardevolle bijdrage aan het streven naar de bevordering en de verdediging van de rechten van inheemse volken in Suriname. FITS, through an EU-funded project, has been instrumental in having the Presidential Commission on the Rights of the Indigenous People established. That commission developed and presented to the President and the National Assembly two documents: the roadmap towards the legal recognition of the indigenous people's lands rights and the joint declaration between FITS, Association of Indigenous People, and the government. As a direct result of this intervention, Suriname may very soon ratify the amendment bill that is before the parliament for the protection of indigenous lands. I want to remind you that EU remains engaged in continuous political and policy dialogue with Suriname and several NGOs to cooperate on issues related to human rights. Some of these EU policies include working to promote the rights of women, children, minorities and displaced persons. FITS-voorzitter Theo Ubitana is heel erg erkentelijk voor de onderscheiding. Volgens Ubitana zal zijn organisatie blijven strijden voor de mensenrechten van de inheemse volkeren. Het is voor ons inderdaad een erkenning en waardering voor het werk dat we doen. Als traditioneel gezag van de inheemsen in Suriname zijn we al sinds 1992 verenigd in FITS. We moeten blijven vechten voor onze rechten, want als we dat niet doen, worden we gewoonweg vergeten. We horen altijd dat het algemeen belang belangrijker is. En onze mensenrechten en historische rechten als oorspronkelijke volken van dit land worden niet gerespecteerd. Vanaf de koloniale tijd worden er wetten gemaakt zonder onze inspraak en goedkeuring. En met diezelfde wetten worden onze rechten vertrapt. Precies daarom strijdt FITS voor de erkenning van onze mensenrechten. Gelukkig leven we niet meer in de koloniale tijd en zijn nu internationaal erkende mensenrechten en gelukkig hebben we de weg gevonden naar internationale rechtbanken waar we ons gelijk zijn gaan halen. Theo Ubitana, voorzitter van de Vereniging van de Inheemse Dorpshoofden in Suriname. De vereniging is in aanmerking gekomen voor een EU Human Rights Award.